Joost Klein heeft Tina Nijkamp, de kijkcijferexpert van Nederland, volledig verbaasd met de opmerkelijke kijkcijfers van de onthulling van zijn zongfestivalliedje. De uitzending, die om 16.45 uur plaatsvond, midden op de dag, behaalde opmerkelijk hoge cijfers. Tina Nijkamp, bekend om haar kijkcijferanalyses, was vorige week nog verwonderd over de beslissing van Afrotros om de onthulling van het zongfestivalliedje weg te stoppen in de middag. Joost Klein onthulde zijn nummer Europapa gisteren om 16.45 uur in een speciale uitzending van de avondshow met Arjen Lubach. Nu de kijkcijfers bekend zijn, toont Tina zich positief verrast. De première van Europapa van Joost Klein scoorde mega voor 16.45 uur middags. Maar liefst 652.000 mensen keken naar de live-uitzending van de middagavondshow van Arjen Lubach. Wauw! Dat is ongekend veel en veel hoger ook dan ik had verwacht... Deelt ze op haar analysekanaal. Tina vervolgt haar enthousiasme, dit belooft alvast veel goeds. Joost blijkt enorm populair. Normaal scoort de herhaling van de avondshow op dat tijdstip rond de 150.000 kijkers. Taart voor Joost en Arje sowieso vandaag. In voorgaande jaren werd het songfestivalliedje onthuld in de 7-uur-talkshow van NPO 1, wat kon rekenen op meer dan een miljoen kijkers. Echter, door het vroege uitzendtijdstip kon deze onthulling alle actuele tv-rubrieken nog dezelfde dag bereiken, waaronder RTL Boulevard. In haar podcast voegt Tina toe, een gigantisch groot succes dus voor Joost Klein. Veelbelovend ook. Hij blijkt toch wel heel populair. Ze hebben het er ook de hele avond over gehad. Ik vond het zelf een beetje een raar tijdstip, want voorheen werd het altijd in die 7-uur talkshow onthuld, maar wellicht was het dus een heel slim idee.